De stormwaarschuwingsdienst gaf zondag een officiële waarschuwing uit voor hoogwater in Harlingen. Er zou een verhoging verwacht worden van 2,9 meter boven NAP. Dat hield in dat de waterkeringen werden gesloten. Diverse media, waaronder landelijke tv-journaals, melden het hoge water alsof de Elfstedentocht was afgekondigd. Diverse journalisten en fotografen kwamen naar Harlingen om te zien dat er eigenlijk niets aan de hand was. Op Twitter meldde een Harlinger: iedereen maakt zich druk, alleen de echte oude zeunen blijven rustig.